Haakjes zeggen, ja. Ik zat toch even gauw om een banaan te eten. Haakjes wegwerken. In de herhaling dan zul je zien dat ze ook best veel gewoon de algemene uitleg ertussen zetten. Als je gaat kijken naar hoe het werkt met haakjes wegwerken, bij vraag A echt een basissommetje. 5 a-3 is gelijk aan 5 keer de a, 5 keer de min 3. Dan krijg je dus 5a-15. Dus eventjes weer van, goh, hoe zat dat nou ook alweer? Hier leggen ze het uit, gewoon met de letters. Ze laten ook zien, als je bijvoorbeeld krijgt 5 min 3 a min 1, dat je dan niet die 5 in de vermenigvuldiger mee moet nemen. Dit zijn twee losse stukken. De min hoort bij wat erachter komt. Hoppatee. Kijk, en dan kun je het zo aanpakken. Dat staat hier uitgelegd. Nou, wat altijd enorm helpt, is voorbeeldjes meeschrijven. Ik ga deze nu niet doen, want ik ga ervan uit dat jullie de uitleg al hebben gekeken of hebben gehad. Min 2 keer 3b eraf 7 is gelijk aan. Hier heb je te maken met een negatief getal voor de haakjes en ook nog een min 7 binnen de haakjes. Even hier goed opletten dus. Dus je krijgt min 2 keer 3b, dat wordt min 6b. En je krijgt ook min 2 keer min 7. Min keer min wordt plus, dus dit wordt plus 14. Nou, tot zover is het denk ik nog te doen. Wanneer komen de problemen? Ja, ik denk hier bij E en F, maar daar kan je in principe doorspoelen. Hè? Je kunt doorspoelen, denk ik. Min 2a keer 3a eraf 8. Je doet min 2 keer de 3a en je doet min 2a keer de min 8, want de minnetjes horen bij wat erachter staat. Dan krijg je dus min 6a kwadraat, want je doet a keer a en dat wordt a kwadraat. En je krijgt de min 2 keer de min 8. Nou, min 2 keer min 8 is plus 16. Dus dit wordt zo min 6a kwadraat plus 16. Vergat de a. Dan gaan we naar D. Bij D. Maar goed, voor mij foutjes leren jullie, hè? Daar is nog fout hoor. Min 5 keer 2a eraf 7. Hier is gelijk aan. Hier zet je weer een soort van zigzag weg. Dan krijg je 3 keer a en 3 keer de min 8. En hier moet je goed opletten. De min hoort bij wat erachter komt. Dus je krijgt hier min 5. De min 5 doe je keer de 2a en die doe je keer de min 7. Als we dat dan gaan uitrekenen, dan krijg je 3a min 24 min 10a plus 35. Ik doe echt één voor één. De 3 keer de a, de 3 keer de min 8, die staat hier. Dan de min 5 keer de 2a staat hier. De min 5 keer de min 7 staat daar. En dan krijg je hier dus 3a min 10a is min 7a. En dan krijg je min 24 plus 35 en dan kom je uit op 11. Dus dit wordt plus 11. Dan gaan we naar E. 5a keer a min 7 min 3a kwadraat min 2a keer a min 1. En ik weet niet of jullie het zien, maar deze bestaat uit drie stukken. Maar eventjes zo. En ieder stukje moet je apart wegwerken, behalve het tweede stukje, want die staat kant en klaar. Hier krijg je dus 5a kwadraat, want ik doe de 5a keer de a. Ik doe ook de 5a keer de min 7, zo kom ik uit op min 35a, valt bij de min a. Min 3a kwadraat, dat valt bijna aan te doen. En dan min a keer a is min 2a kwadraat, plus 2a is gelijk aan. Dan krijg je dus 5a kwadraat min 3a kwadraat min 2a kwadraat. Dat valt eigenlijk tegen elkaar weg. Dan hou je nog over min 35a plus 2a. Ik heb 35 keer het getal a tekort. Ik tel er 2 keer het getal a bij op. Dan heb ik er nog maar 33 tekort. Dus min 33a. Dan gaan we naar F toe. En F is er eentje. Daar zit een gemeenigheidje in met de minnen. En ik weet nog dat ik dat toen aan jullie uitlegde vorig jaar. En toen zei ik ook erbij: mijn manier is niet wiskundig. Zo mag ik wiskundig echt niet zeggen. Maar ik denk dat het werkt. Dus voor jullie.
Maar als mijn collega's bijvoorbeeld voorbij de gang lopen, als ik het net zo uitleg, dan ja, zou ik het fijn vinden als mijn deur goed dicht was, zeg maar. Kijk, er bestaat uit twee stukken. De min hoort bij wat erachter komt. Dus het is min 7, hier is min 2. En de min hier, wat ga je daar nu mee doen? Nou, die min, die doe je keer de a. Je kunt geen min keer een a doen. Je kan min 1 keer een a doen. Maar ik denk dat jullie dit makkelijker vinden. Min keer de a en de min keer de plus 14. En bij die andere doe je de min 7 keer de a, de min 7 keer de min 2. En dan gaan we het opschrijven. Min 7a plus 14. Min a min 14. Heel veel maken hier wel min a van, maar vergeten dan de tweede min. Maar het is min keer de plus 14, dus dat wordt min 14. En dan krijg je dus min 8a. Maar die plus 14 en die min 14, ja, die vallen tegen elkaar weg. Dus eigenlijk is het antwoord gewoon min 8a. Dat is herhaling 5.